En klanten van de Surinaamse Postspaarbank klagen over de dienstverlening van de bankinstelling. Dagelijks zijn er lange rijen voor de bank en sinds de COVID-19 maatregelen zijn ingegaan, is de dienstverlening trager geworden, vinden de klanten. Ik vind het heel erg slecht. Het gaat heel traag. Ik ben al, weet je hoe lang ik in de zondag sta. Oh. Ja. Dus je mag niet meer dichtbij? Nee. Maar ik zie zoveel mensen soms naar binnen ook gaan. Dus ik weet niet hoe wat de regeling eigenlijk is. Nou, ik hoop dat het toch lukt voor u, hè? Ja, maar ja, het is te lang. Want je hebt zoveel dingen te doen en overal waar je gaat heb je rangenrijen. Dan moet je weer gaan staan in de rij. Ik begrijp, dat is misschien vanwege COVID-19. Ze kunnen het ook een beetje sneller doen, werken. Maar het lijkt me hoe de COVID het dan werken ze nog traag. Zo heb je bij de EBS. EBS ging vroeger, alle 7 aan de kwarte weg. Alle 7 waren ze al open. En nu als je langs gaat, 8 uur zijn ze nog niet open. Eén ding wat ik niet begreep, hè. Het is al een COVID-situatie, overal heb je het. Maar als ik rijd elke dag van hetzelfde route naar mijn werk toe. Maar één ding begreep ik niet. Is dat de mentaliteit van die Surinamers zo? Elke dag heb je een lange reis. Dat gaat niet van één van de maand. Maar je kunt zelf een steekproef nemen. Wat is het probleem bij de mensen? Dat alle banken, het gaat niet van deze bank. Alle banken hebben het probleem van elke dag heb je een lange reis. Midden in de maand kan je komen, heb je ook lange rijen. Ik begreep niet wat het probleem is. Dat mensen nu zoveel zaken doen met de bank. Dus ik begreep het COVID-situatie. Maar die ene ding begreep ik niet. Waarom elke dag zoveel lange rijen? Kijk, eind van de maand, dan begreep je dat. De bank let er wel op dat de klanten afstand van elkaar houden en een mond- en neusbedekking opzetten. Daarnaast worden de handen bij het binnentreden van het gebouw gereinigd. We spraken een klant van de bank. Ik kan niet erin ademen. Ik kan hem niet de hele tijd zo aan hebben. Echt waar. Ik kan niet ademen. Ik moet denken aan mijn zuurstof. Eigenlijk zeg maar als we in de buitenlucht zijn. Frisser voor mij. Ik vind hem veiliger voor mij dan dit vies ding op mijn neus continu. Echt, gelooft u mij? Maar wat vindt u van de maatregelen? Nou ja, je moet je gaan aanpassen. Hè. Je kan er niets aan doen. Ik moet me gewoon aanpassen aan. En voor de rest, ja. U moet naar de bank, want ze zeggen, u moet ook proberen om giraal of zo. Nee, kijk, ik ben geen ingezetene van Suriname. Reporter Carla Boetjes met een reportage vanuit de Surinaamse Postspaarbank. Klanten klagen over de trage dienstverlening bij de bank.